Nou, de mensen van Tapperijken zijn hier binnen en ze hebben de check bij zich. Hoe is de actie verlopen? Nou, verwachting heel goed. Heel goed. Buiten verwachting eigenlijk. Ja, we hebben nauwe contacten met Prinsenbeek. En vooral voor dit goede doel. Wij zijn verrast door het opbrengst. Mogen we nu al wel verrassen. Ik ben super benieuwd. Oh, kijk, radio's in de lijn. Zitten live. Maar eerst maar even zo. Daarnaast bestaat Kees Roos. Kees, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, hele goedemiddag, Prinsenbeek. Ja, leuk dat je hierbij bent. Want ja, die actie, wat vind je ervan? Hoe ervaren jullie die? Nou, gezien de nauwe contacten die Hoeven heeft met Prinsenbeek, vooral op carnavalsgebied, willen wij die contacten natuurlijk nog nauwer maken. En gezien dit zeer goede doel, hebben wij besloten om daar een steentje aan bij te dragen. Ja, die vreselijke ziekte, hè? Ja, ik heb het ook, zoals je weet, van dichtbij mee mogen maken. Ja. Dus ja, het is echt nodig dat er geld binnenkomt. Ja, inderdaad, voor onderzoek in ieder geval. Ja. Nou ja, kijk, ik zal even kort bij me, dus ik heb jou net horen uitleggen. Wij hebben een streepjesactie. Mm-hmm. En voor ieder biertje hebben wij een kwartje willen we doneren voor het goede doel, voor het KWF. Het heeft meer dan 1000 streepjes opgebracht, dus wil ik hier. Zo! Jongens, even applaus! Nee, met Tapperijken doen we niet minder. Dan doen we nog een beetje bovenop. Jezus, mijn jongens. Ik zeg het trillen, man. Hebben we nog een klein beetje erbij voor de goede actie. Zo jongens, even applaus. Dankjewel. Ik heb bedragen binnenkomen, kijk eens. Hoeven zal Hoeven niet zijn als we er een heel mooi bedrag van maken. Dus we zijn even met de pet rond geweest. Ja, ik doe hem niet af, want ik ben kaal. Ja, maar dat mag niet. En toen vonden we nog een paar briefjes. Jezus. Jongen. En ik denk dat je eigenlijk niet moet tellen, maar met z'n allen misschien deze ook moet maken. We gaan even uitpakken. Ja. Even, ja. Nou, het wordt uitgezonden door op dit moment volgens mij voor heel veel mensen die zitten kijken via de stream. Kijk mensen. Daar zie ik Café Tapperijken. Schenkt het glazen huis Prinsenbeek. Dan haal ik 800 euro! Fantastisch! Namens het Klaashuis Prinsenbeek, namens het KWF, mag ik wel spreken op dit moment. Jongens, enorm bedankt voor je inzet. En we hopen weer een stapje dichter bij ons om te komen, jongens. Ja. Ik ben er heel ontroerd van. Dankjewel. Jongens, dankjewel. Nou, wat een fantastisch bedrag. Ja, ik ben een beetje stil van. Ja, schitterend. Wauw, 800 euro. Het is fantastisch veel. Maar ook alle kleine beetjes helpen. Dus als je niet zoveel geld hebt, dat maakt ook niet uit. Kom hierheen. Wij gaan hier nog even een klein feestje bouwen. Want het is echt een prachtig aantal. Dankjewel, heren. Wel thuis. We lossen die top, maar ik hoop dat het je kan helpen. Ja, helemaal goed. En wellicht tot volgend jaar. Ja, volgend jaar doen we zeker mee. Het weer. Het 13 graden. Ook morgen hoog.